De Olympische Spelen van Londen lijkt nog ver weg, maar schijn bedriegt. Het Nederlandse vrouwenhockeyelftal zit al goed in de voorbereiding voor de Spelen. Bondscoach Max Caldas maakt vandaag het opwerkprogramma bekend voor de ploeg. We gaan 6 januari in Papendal met de meiden bij elkaar komen voor 2 dagen. Onder de leiding van Alexander en Taco. Ik ben er dus niet bij. Daarna 9 tot 11 januari gaan we naar Londen voor 3 dagen om onze Olympische afspraken te gaan vastzetten aan onze... de weg dat we gaan bewandelen, gewoon graag aan ze gaan aanleggen en ze zelf gaan bepalen. En daarna Champions Trophy. En beginnen we weer 5 maart centraal in Papendal. Zoals altijd zo geweest is. En, eerste vakantie en daarna Champions Trophy. En dan ga je in juni nog een aantal oefenpartijen spelen. De 1 tegen China. Ja. Nummer 2 op de Olympische Spelen van 2008. Ja. Dat is een hele mooie keuze. En dan de tweede keuze? Ja, het was Japan. Het was een series tegen allebei. Alleen Japan kan niet komen. Dus we hebben de USA nu echt had genodigd. We wachten nog steeds voor bevestiging van die uitnodiging. En daarna hebben we een toernooi in Groot-Brittannië. Groot-Brittannië, Duitsland, wij en als goed is Australië. En er zit ook een Rabat Trophy in de making. Dus wanneer dat is, voorlopig, dat weet ik dus niet. Dus ik wacht voor de confirmatie van waar het is, wanneer en tegen wie. Als jullie kijken naar China, wat verwacht je van China ook in zo'n oefenpartij? Straks in de Champions Trophy staan jullie in dezelfde pool. En daarna, wat verwacht je van hun? Nou, het is een spelstand dat wij niet zo snel tegen spelen, zeg maar. Niet zo fel tegen spelen. Dus dat vraagt voor ons altijd aanpassingen. Ze spelen ongelooflijk snel. En rap, en rennen, en doen. En het is altijd een uitdaging om tempo te brengen naar jouw tempo. Omdat we willen ook graag snel spelen en ook aanvallen. Dus ja, ik verwacht een hele open wedstrijd. Dus ik denk dat wordt mooi voor de toeschouwer. Voor mij hard minder, maar... ja. Hoe groot is de motivatie bij de dames om de gouden titel of de gouden plak in Londen weer binnen te halen? Heel hoog, maar net zo hoog als die van de Champions Trophy. Dus we gaan daar spelen om, wat ik net zei, niet om niets te verbergen. Gewoon recht op, recht aan en elke wedstrijd dus, te willen gewoon winnen. Dat is altijd zo geweest onder mijn leiding, ook in de hoeveel potjes. Dus dan ga ik altijd zo blijven. Dankjewel, man.